hij er mooi tussen staat. Hé, daar komt hij. Even lachen. Man, wat doe je nou? Heb je niet gezien hoe laat het is? Het is bijna sluitingstijd. Ja, en wij gaan buiten spelen. Ja, doe nou. Mag jij je praten maar, meisje? Kom. We hebben nog snabbels. Zo goed als leeg. Oké, nog even en jullie kunnen ongezien naar buiten. Goed geregeld, man. En is er helemaal geen bewaking? Nee. Waarom niet? Ze hebben vorige week hebben ze de clown weer gezien. Oh, was in het park. Ik krijg niemand meer zo gek om na sluitingstijd het park binnen te gaan. Zelfs jou niet? Shit, het hek gaat zo sluiten. Ik moet echt weg. Hij is gewoon echt bang. Ja, zeg. Wat een freak. Hé, wacht op mij. Wie loopt dan? Jamie, je ziet er goed uit. Dit is wel leuk. Hé, wat heeft die gast gesnoven, joh? Hij is gewoon bang, joh. Geest van de clown. Hey, maar wat is die clown dan? Een paar jaar geleden werkte die hier een clown op. Oké, Arno, kort vragen. Clown Eddie. Hij maakte van die ballonbeesten, weet je wel. Ah, oh, leuk, van die poedeltjes. Maar hij wilde meer. Bloemetje. Promotie maken. Geld verdienen. Hij wilde meedoen met de stuntshow. Dus elke dag na sluitingstijd ging hij oefenen om uiteindelijk mee te doen in die show. Maar op een dag ging er wat vreselijk mis. Hij viel. Oeh, ai. Dood. Dood. Zo. Ai. Ze beweren dat Eddie's geest na sluitingstijd nog steeds op dit park rondwaart. Arno, je verziet zelf waar je bij staat. Vooral op dagen als vandaag. Bah! 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 Je gelooft het. Nee, ik geloof het niet. Ja, jongens, het is allemaal puur bijgeloof. Allemaal onzin. Onzin. Ja, maar wel onzin. Onzin. Wat een sukkel. Even bijkomen. Ja, okay. Het is ons gelukt, hè? Oeh. Welkom hier op Fantasy Kingdom. Yeah. Ja, gaan jullie laten zien dat de park er s'nachts bij ligt, hè? En om wat te snijden, natuurlijk. Dat is belangrijk. Ze gaan hem gewoon aanzetten. Oké, die dan, hè? 1, 2, 3. Als hij heeft, dat wordt een serieus. Wat die man! Oh! Oh! Ze hebben lef. Precies wat ik nodig heb. Showtime.
Ik moet zo'n ding hebben. Geef mij ook zo'n ding, serieus, man. Dit is erg stoel, dat ding. Dit is toch gek, man? Echt kicken. En maar wat is dit? Het oude openluchttheater. Hé, hey, waar die clown verongelucht is. Ja. Dus dit is waar zijn geest nog rondwaart. Dan gaan we kijken, kom op, we gaan naar binnen. Eddie! Waar ben je? Eddie! Zo dan! Wat shit is dit? Jongens, ik wil je weg, echt. Schat, stel je niet aan. Kom hier. Nee. Clown. Hartelijk welkom, dames en heren, jongens en meisjes, vriendjes en vriendinnetjes, bij Eddie de Clown en de Try or Die Show. Dank u. En Eddie, wat kunnen ze vanavond winnen? Nou, Eddie, de winnaar van vanavond mag naar huis met een wel heel bijzondere prijs, namelijk zijn eigen leven. Dat is niet mis, Eddie. Vindt u ook niet, dames en heren? Ja, dat vind ik ook. Ik zoek een vrijwilliger uit de zaal. Rot op, clown! Nou ja, zeg, dat is ook jammer. We gaan. Ga dan. Hé, hey, wacht! Ik zei jullie wat! Jullie blijven hier! Oh, help! Rennen! Zou je net zien, net nou ik mijn gimpjes niet aan heb. Jullie blijven mooi hier! Shit. Clown. En nu ga ik dood! Ze zijn wakker! Waar is Arno? Wat heb je met Arno gedaan, klootzak? Zeg, doe eens even rustig. Als jullie even met mij meekijken, dan zien jullie dat jullie vriendje daar ligt te wachten. Arno! Arno! Is hij dood? Nog niet! Maar dat ligt een beetje aan jullie. Ik heb hem namelijk ietsiepietsi vastgebonden aan de baan. Dit is een traditionele houten achtbaan van 1200 meter lang. Vanaf het hoogste punt hier doet hij er 94,6 seconden over om bij jullie vriendje uit te komen. En het is aan jullie om hem te redden. Voordat ze ingewanden, zijn uitgewanden worden. Klootzak, tyfusclown! Hé, hé, hé. Het karretje stoppen mag natuurlijk ook altijd. Ik kijk even naar de jury. Ja, dat kan. Wat? Maar dat kan toch helemaal niet? Kan niet, is dood. En jullie vriendje zometeen misschien ook. Als jullie niet meespelen met mijn spelletje. Dus, zijn jullie klaar voor Try or Die? Hé, hey, doe eens even rustig. Het is wel een programma voor de hele familie, ja? Iemand anders nog iets te zeggen voor de kijkers? Ja! Hoe moet ik hem losmaken als ik vastzit? Esther! Laat hem los. Je hebt 93,6 seconden om je vriendje te gaan redden. Vanaf nu! Shit! Klootzak! Shit! Godverdomme! Hey!
Wat moet ik doen? Pop, wat heb je nou niet begrepen? Achtbaan, karretje, je vriendje, hangslot, sleutels, job, simpel toch? Arno, ik kom eraan. Esther, schiet op! Ik kan niet wachten om te zien hoe dit afloopt. Esther! Hij komt eraan! Los. Heeft hij die vliegen? Hoe ver zijn we?